Op deze enorme lap grond moeten straks drie grote distributiecentra komen. Het gebied ligt hier, ten zuiden van Nuenen, tegen Geldrop aan. Nuenen wil toestemming geven voor de bouw van de logistieke centra, maar dat stuit op veel verzet in het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo. Door de aard van de toegestane bedrijvigheid op het nieuwe bedrijventerrein, de verwachte verkeersdruk in de kern Geldrop op de route naar de A67 sterk zal toenemen, met een aanzienlijk negatief effect op het woonklimaat. Die grote, enorme logistieke dozen, die horen niet ergens tussen een paar dorpen op een weg die qua toegankelijkheid gewoon niet uitgerust is om zoveel verkeer daarop te laten bewegen. Laat staan door een kern als Geldrop. In Geldrop zijn ze dus bang dat er veel vrachtverkeer door het dorp komt als het plan doorgaat. Ook komt het niet overeen met de afspraken tussen regiogemeenten om alleen langs de snelweg grote distributiecentra toe te staan. Nou, u hoort al, we zijn niet te spreken over de plannen van de gemeente Nuenen over invulling van Eenheid West. Want we verwachten van goede buren dat dit soort plannen in overleg worden kortgesloten. Of in ieder geval dat Geldrop-Mierlo blijft aangehaakt bij de ontwikkeling. Met de huidige plannen lijkt Nuenen de lusten en Geldrop de last te krijgen. En zo werk je niet samen in de regio met je buren. De politiek in Geldrop-Mierlo wil dat wethouder Jeuken er alles aan doet om te voorkomen dat Nuenen groen licht geeft voor het plan. Maar volgens de wethouder is dat niet zo eenvoudig. Als er een vergunning aangevraagd wordt, moet je als gemeente zijnde op dat moment toetsen op de criteria waar je aan mag toetsen. En dan moet je kijken, past het binnen het bestemmingsplan? En als Nuenen nu iets voorgelegd krijgt, een vergunningsaanvraag die voldoet aan het bestemmingsplan, dan kunnen ze op die grond feitelijk heel erg moeilijk weigeren. Nuenen kan dus niet zomaar een streep zetten door de plannen. De gemeente zit bovendien vast aan afspraken met bouwbedrijven die forse schadeclaims kunnen indienen. Binnenkort moet de Nuenense gemeenteraad de knoop doorhakken.